Het is weer tijd voor Lifestyle, het magazine van Omroep PNM over alles wat het leven leuk maakt. Straks de boekentip, maar eerst maakt Pascal een ritje met topmuzikant Jeroen Verwerne. Hij komt met de trein, maar dat is niet deze trein. We moeten er nog eentje wachten. Wij halen hem op en we brengen hem naar huis. Ik durf niet meer te zeggen of het er nu is, maar ik denk het eerlijk gezegd wel. Dag Jeroen. Wat een ontvangst. Ja, dit is een heel speciale ontvangst. Hey, hallo. Hoe vaak gebeurt het dat jij op wordt gehaald en netjes naar huis wordt gebracht? Nou, niet zo vaak, nee. Ik word helemaal stil van Pascal. Ja. We hebben een prachtig busje bij ons. Okay. Dus dit is jouw materiaal, ja, je toeter. Gereedschapskist, ja. Daar ga je het vanavond mee doen? Daar gaan we mee doen. Yes. En we praten naar autoverf. Ja, goed. Top. Goed zo. Let's go. Okay. Top. Nice. Zo. Kijk. Ja. Wat gaat er allemaal goed? Wat gaat er allemaal goed? Nou, ten eerste is het prachtig weer vandaag. Dus ik ben al helemaal happy dat de bomen zo lekker gekleurd zijn terwijl ik in de trein zit. Ja. En ik kom net terug van een repetitie met het Nieuw Rotterdams Jazz Orkest. Ja. Dat is een heel erg leuk gezelschap waarmee we aan het repeteren zijn om morgen te spelen in Rotterdam. Met een hele bijzondere vocalist, Andreas Scharer heet hij. Mm-hmm. Een ontzettende virtuoos die ik vandaag voor het eerst ontmoet heb. Dus ik ben helemaal mindblown nog. Ja, okay. Ik zit op een positieve vibe. Ja, maar je bent echt van het moment nu aan het genieten. Ja, wat ja, je net ja. hebt meegemaakt. Ja, ja, zeker. Maar wat de kijkers misschien niet weten is dat je behoorlijk aan de weg getimmerd hebt. We kennen je van Eva Jinek, we hebben Matthijs van Nieuwkerk opgetreden. Je bent diverse televisieprogramma's. Je zei laatst tegen mij van, goh, ik ben wel heel vaak op televisie geweest de laatste tijd. En je bent de vaste, mag ik dat zo zeggen, toeteraar van Chef Special. Nou ja, ik ben daar het afgelopen jaar al heel lekker druk mee inderdaad. Ja, afgelopen zomer heb ik alle shows met Chef Special mee mogen spelen. Dus je hebt me daar op al die festivals kunnen zien. Ja, ja, ja. Jeroen, heel veel mensen dromen ervan om van hun hobby hun beroep te maken. Jij slaagt daarin. Ja. Jij kunt hier nu gewoon van rondkomen. Zit ik naast een heel gelukkig iemand? Ja, ik ga wel lekker, ja. Ik heb niks te klagen nu. Nee, het is bijzonder. En ik ben daar wel de laatste paar maanden misschien wel extra of steeds bewuster nog dankbaarder voor, zeg maar. Het is, waarom de laatste? Nou ja, omdat ik me wel realiseer dat het het wel behoorlijk een hoe moet ik dat zeggen? Het is toch niet zomaar iets, denk ik dan. Of ja, ik mag zoveel mooie dingen doen en dan besef ik me van holy shit, hoe is dit zo snel kunnen gebeuren, weet je wel. Heb je ook momenten gehad dat je dacht van ik ga misschien een beetje te snel? Het had iets rustiger gemogen. Ja, die tijd heb ik ook wel gehad. Ja. Ik weet wel een paar jaar terug dat dat ik te veel hooi op mijn vork aan nemen was. Maar daar leer je ook weer van. En ik moet zeggen, de afgelopen maanden zijn ook behoorlijk druk. Maar ook nu zit ik dan in een soort van proces van daarin, hoe noem je dat? Schiften misschien? Misschien. Dus dat is allemaal, ja, keuze maken. Dus dat is allemaal heel interessant. Maar wat vandaag op je pad komt, is ook heel bijzonder. Zeker wel. Want wat ga je doen? Wij gaan vandaag naar Grashoek, daar rijden we nu naartoe. Althans, dat probeer ik, ja. Of het goed rijden, weet ik eigenlijk niet. We hebben nog even. Ja. Nee, we gaan naar Grashoek, we gaan naar mijn geboortedorp. Ja. Want de fanfare Sempravanti bestaat, ik geloof,
60 jaar. Ja. Maar pin me nog niet vast. Nee. En ze hebben een reunie met alle oude leden. En het toeval wil dat ik dat precies in mijn programma kon passen deze week. Mm-hmm. Dus we gaan meespelen bij de Oude Vervaren. Ook even leuk. Ja, waar het echt allemaal begonnen is. Ja. Uit een soort dankbaarheid, zeg maar. Absoluut. Ja, ja, ja. En wat ik daar ook bij wil vermelden is dat ik het ook een soort eer vind dat ik al deze mooie dingen mag meemaken op al die gekke plekken waar ik kom. En dat ik dat nu een beetje kan proberen te delen met, ja, met mijn mensen, weet je wel. En daardoor weer jongeren misschien kan inspireren. Ik hoop het, ja. Nog beter te worden. Straks bezoekt Pascal de moeder en broer van Jeroen. Eerste boekentip van de Biep. Vandaag zijn we te gast in de bibliotheek van Meijel. En de aanleiding voor dit boekenprogramma is de maand november, waarin een aantal onderwerpen die met voeding te maken hebben centraal staan. We hebben afgelopen week de kookboekenweek gehad. En de hele maand november staat in het teken van voeding in het kader van de actie in de bibliotheek Nederland Leest. De kookboekenweek hebben we dus net achter de rug. En in de kookboekenweek, ja, zou je denken, waarom een kookboekenweek? Nou, het is gewoon heerlijk om in kookboeken te kijken. Als je een recept zoekt op internet is het natuurlijk hartstikke snel en makkelijk. Maar pak je een kookboek erbij, dan kun je lekker bladeren, ideeën opdoen. Helemaal zin krijgen in gerechten van de mooie foto's die erin staan. En daarom wordt er elk jaar in november een kookboekenweek georganiseerd. Er worden altijd boeken genomineerd voor de kookboekenweek. En een van die boeken die dit jaar op de nominatie stond, is het kookboek van televisiekok Yvette van Boven. En ook richting kerstmis is dat misschien een aanrader om er eens bij te pakken. Het boek heet Home Sweet Home Christmas. Omdat we richting kerstmis gaan, dacht ik, ik vind dat toch de moeite waard om even te laten zien. Yvette van Boven is iemand die een beetje chaotisch overkomt als televisiekok. Maar juist in dit boek geeft ze tips om op een relaxte manier aan de kerst te beginnen. Welke voorbereidingen kun je treffen, welke gerechten kun je al klaarmaken van tevoren. En daarnaast geeft ze ook ideeën voor het samenstellen van een menu. Een geweldig mooi boek met mooie foto's en heerlijke recepten. Een echt aanrader. Hou je van koken en bakken en wil je soms wat nieuwe dingen uitproberen? Ben je geïnspireerd bijvoorbeeld door Nederland Leest? Dan zou je dit boek er eens bij kunnen pakken. Echt een kookleerboek, hoe je patisserie gaat maken. Niet alleen hoe je glazuur maakt of hoe je suikerwerk maakt, maar ook allerlei gerechten, stap voor stap beschreven. Welke ingrediënten heb je nodig? Welke stappen zet je om tot een geweldig mooi resultaat te komen? Ook te leen in de bibliotheek. Dit is nog een heel mooi kookboek over vergeten groenten. Producten die we allemaal kennen van vroeger, knollen en penen en dergelijke. Die boordevol gezonde vitamines zitten, een aanrader in de trend van gezond eten. De maand november, Nederland Leest. Een actie in de bibliotheken in heel Nederland, wat een aantal jaren geleden ontstaan is. Omdat we wilden dat in heel Nederland iedereen hetzelfde boek ging lezen en daarna bij elkaar kwam om dat boek te bespreken. Allerlei titels van romans zijn al aan bod geweest. Dit jaar is er gekozen voor een thema, het thema voeding. En de actie heet dan ook Je bent wat je leest. Dit is een cadeauboekje wat iedereen bij de bibliotheek op kan halen deze maand, zolang de voorraad strekt. En in dit boekje staan allerlei onderwerpen die met voeding te maken hebben. Zo heeft bijvoorbeeld Pierre Wind een artikel geschreven over zijn eigenzinnige manier van koken. Charlotte Klein die beschrijft iets over de oer-Nederlandse keuken. En is die wel zo Nederlands? Want komen die producten die wij allemaal kennen, zoals de aardappel, wel uit Nederland? Hè? Zij heeft daar een heel boek over geschreven. Daarnaast zitten er stellingen in van zijn diëten wel ongezond? Er staan recepten in, er staan tips van bibliothecarissen in met tips van kookboeken en bakboeken en dergelijke. Een heel erg leuk boekje om op te halen in de bibliotheek. Het thema voeding is natuurlijk wel heel actueel. Het is niet alleen gaat het over gezonde voeding, hè, met allerlei diëten en we hebben het over
fastfood, maar we hebben het ook over voedingsmiddelen, toegevoegde voedingsmiddelen zoals E-nummers en dergelijke. Wat is daar allemaal van waar en wat is belangrijk daarin? Ook daar zijn heel veel boeken over geschreven en de een die zegt van, nou die E-nummers, die zijn eigenlijk helemaal niet zo slecht. Hè? Dat is helemaal niet zo'n probleem, want elk product zit vol met allerlei voedingsbestanddelen. Dan hebben we nog boeken zoals De Voedselzandloper. De waarheid over afvallen en lijnen. Hoe blijf je langer jong? Maar ook over de toekomst van voeding. Deze. Wat doet dat met de aarde? Allemaal die mensen die gevoed moeten worden. Wat is dat voor een aanslag op de aarde? En wat gebeurt die CO2-uitstoot en dergelijke? Is er nog wel toekomst voor de generatie na ons? Daar zou je deze eens een keer voor kunnen lenen. En wil je echt helemaal niet bezighouden met al die informatie, maar wil je gewoon lekker lezen over bijvoorbeeld chocola. Wie kent niet dit boek van Joanne Harris, Chocola. Ook verfilmd met Johnny Depp. Of van Ernst van der Kwast, De IJsmakers. En dan hebben we er nog eentje. Het leven is te kort om cakejes te glazuren. Allerlei verschillende boeken met allerlei verschillende onderwerpen waar je je heerlijk kunt verliezen onder het genot van bijvoorbeeld een lekker kopje koffie met een heerlijk gebakje erbij. Dat was het weer. Tot de volgende keer. Eindelijk thuis. Oh, lekker man. Hoppa. Natuur. 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 Hoe voelt dat? Ja, dat voelt als thuiskomen, Pascal. Ja, weten ze dat je komt? Ja, ik heb ze ingelicht. Hallo. Kijk. Hey. Hallo mama. Hey. Daar is mama. Hallo. Hey. We komen u uit de zon brengen. Ja, dat is hartstikke mooi. Leuk. Ja? Is u weer een keer thuis? Ja, hoe lang is het geleden? Een paar weken, ik weet het even niet meer. Ik heb ook geen vlag. Ik kan er niet vasthouden bij Jeroen. Nee. Maar u verheugt zich erop dat hij weer eventjes terug is. Natuurlijk. Kijk. Altijd leuk. Straks kijken bij het. Natuurlijk. Zijn verwanten, hè? Weet je, de fanfare heeft voor mij echt aan de basis gestaan voor heel mijn carrière tot nu toe. Als ik van een carrière mag spreken al. In die 4 jaar dat ik aan toeter ben. Maar. Kijk, als ik in het weekend optreed, of dat nou groot of klein is, dan gebeuren daar zoveel aparte dingen. Als je bijvoorbeeld 10.000 man voor je neus totaal uit zijn plaats ziet gaan. Nou ja, en zonder de fanfare had ik dat niet kunnen doen. Dus het genieten is er niet minder om? Oh, absoluut niet. Nee. Nee, zeker niet. En vanavond gaan we weer met de mannen van Weleer ook weer een sfeer neerzetten hier waar mensen van kunnen genieten. Dus dat maakt niet uit of het dan, zoals jij zei, technisch misschien minder is of niet minder. Maar daar gaat het niet altijd om. Het gaat om de vibes.